Hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben best wel vroeg wakker geworden, want ik moet straks richting Schiedam voor een campagne. Maar ik ga me nu even rustig klaarmaken. Even een koffietje drinken vooraf. En dan ga ik Nessie wakker maken, want ik heb hem vandaag nodig. En dat is een beetje de planning voor nu. Ik ben echt weer blij dat ik wimpers heb. Ik heb het echt gemist. Ik ga het van nu echt goed bijhouden. Ze zijn ook echt zo natuurlijk. Love it. Echt een dikke gezicht heb ik altijd nog. Vind ik gewoon stuk. So, ik ben me aan het klaarmaken. En ik heb nu dus de setting powder op van Kylie Cosmetics. En ik had beloofd dat ik daar een video over ging maken. En dat ga ik ook echt ZSM doen. Ben jij lekker aan het eten? Zij eet zo grappig, hè? Zij pakt ze altijd een stukje. En dan legt ze naast haar bakje neer. Oh, dat doen we niet. Oh jawel, kijk, leg ze op daarnaast. En daarna eet ze hem verder. Ga maar eten. Dus elke keer naar de woonkamer moet jullie wat laten zien. Want het licht hier gewoon veel beter is dan een badkamer. Maar ik ben weer zo blij met mijn wenkbrauwen. Je ziet echt dat ze weer goed gegroeid zijn. Nou, nog niet goed, maar veel beter dan eerst. Nessie is eindelijk wakker. Hij is aan het douchen. Ik heb nu ook mijn ogen gedaan. Ik ben er echt tevreden mee. En dan ben ik aan het twijfelen wat ik op mijn lippen ga doen. Want meestal doe ik Kylie erop. Maar die heeft een beetje een roze ondertoon. Maar ik vind bij deze make-up look denk ik bruin mooier. Zo, ik heb me inmiddels omgekleed. Ik heb echt een heel simpel outfitje aan eigenlijk. Gewoon mijn witte mom jeans van Bershka. En een truitje bovenop en deze jas met deze schoenen. Koud buiten en vandaag wordt het maximaal 14 graden. Dus ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Dus ik ben maar voor deze outfit gegaan. Nou, ik ben inmiddels al een tijdje klaar. Zoals je hoort is Nessie zijn haar aan het vullen. En hij doet er altijd langer open dan ik. Ik weet niet of ik de enige ben waarvan de man er langer over doet om zich klaar te maken. Lukt het een beetje? Nee. Wat doe je geen druk op mij zetten? Zo, ik lijk echt op zo'n diva of zo. Oh, oh, diva girl. Leuk hoor. Leuk hoor. Yes. Yes, yes. Miriam rijdt in een schakelbak. Yes, het gaat niet helemaal goed. Yes. Wij zijn nu in Schiedam. En ze komen mee. Ik ben vandaag fotograaf van Miriam. En manager. En manager. Ja, hij moet me even helpen. Even een paar fotootjes maken. Ja. En we hebben nog steeds niet gegeten. Nee, we hebben echt honger. Wij zijn echt zo slecht met eten in de ochtend. Nee, jij. Ik wil gewoon eten wat ik kan eten. Jij wilt toch gezond eten vandaag? Ja, wel gezond eten. Ja, ik ook. Lekker eten. Nou, dat is wat we met je gaan doen. Ik zie je denk ik straks. Nou, mijn afspraakje. Het is wel een beetje vlog als jij foto's aan het maken bent daar. Hey jongens, ik ben nu bij Mooie Parfumerie. En Nassim is foto's van mij aan het maken hier. Bij deze... Hoe heet het eigenlijk? Dat is een banner. Een banner is een banner. Gaat ze die en het is een banner op? Voor moederdag. En omdat ik zo klein ben, moet ik hierop staan. Ga je eens staan. Goed filmen. En dan zie je dus... Dit is echt heel erg cute. Mam, je bent zo mooi. Het is een actie voor moederdag. En daar ben ik nu eigenlijk foto's voor aan het maken. En oh ja, ik kan ook dit soort dingetjes ervoor gebruiken. Ik ben nu op vestiging Schiedam. Doe het even niet praten en gewoon kijken naar je vlogcamera. We hebben foto's gemaakt. Nessie heeft foto's van me gemaakt. Echt heel veel. Echt superleuk personeel. Heel aardig personeel, hè Ness? Ja, heel lief. Dus gelijk daar een moederdag cadeautje gehaald. Dus daar ben ik ook al vanaf. Voor beide moeders. En ze hebben het echt heel mooi ingepakt voor ons. We gaan nu richting Amsterdam. Dus Nessie is even de navigatie aan het instellen. En dan gaan wij vertrekken. Wij zijn nu even onderweg gestopt om te gaan eten. Nessie is met... Wat ben je nou na doen? Wat doe ik? Jee, alles overdreven. Hey. Mijn geluid net ging zeggen, is ze gingen net gapen. Gaat ze gapen? Wat een fuck man. Wij zijn nu onderweg gestopt, want hier hebben ze dus... Oh, niet aan mijn buik zitten, lekker buikpijn. Ik ben een kotsen. Heb ik je febo beneden? Ja. Wij gaan weer Laplace eten, want we hebben onszelf beloofd dat we weer gezonder gaan eten. Want ik denk, en ik maak niet eens een grap, dat we een week lang ongezond hebben gegeten. En, jongens, kijk eens daar. Kijk, film dan. We gaan al onze spaargeld opmaken in de casino straks.
Woe! Het is heel erg leuk om weer in zo'n kast te zitten. Dat is zo eng, als een grapje. Maar we hebben ook echt een onwijs gezond ontbijt. Niet normaal. God, het wordt nog erger gewoon. We hebben dus die actie van 1 euro gebak met koffie of met thee. En het is vandaag de laatste dag van de actie. Fucking grappig, want we waren dus daar wc geweest. En elke keer zo'n wc ga ik echt toch 50, zo'n tegoedbonnetje van 50 cent die je kan indienen als je iets koopt, zeg maar ergens anders. En wij gingen dus naar Plas. Toen hadden we dus dit gehaald voor 1 euro per persoon. En toen hadden we per persoon nog zo'n 50 cent, zo'n tegoedbonnetje toch, van de wc. En dit allemaal heeft ons dus nu 1 euro gekost. We hebben heerlijk gegeten. Het is echt enorm vol. Ik kan je nog even laten zien hoe de cadeautjes zijn ingepakt bij Mooi Parfumerie. Ik heb een cadeautje van mijn momski. Die is zo ingepakt. Echt heel schattig. Met een veertje en zo. Ik weet niet of je het kunnen zien op beeld. En die andere is voor Nessim's moeder. Die hebben ze met tijgerprint gedaan. En die vond ik ook echt cute. Kijk een keer. Love it. We hebben gewoon van die parfum setjes gekocht eigenlijk. Oh, we hebben heel veel parfum setjes. We hebben heel veel testers gekregen, parfums. Oh, wat leuk. Kijk, heel veel testers gekregen. Laat zien, ik heb ook testers gekregen, hè? Ja? Mijn mannen, laat zien. Armani coat. Oh, nice. Maar wat ik jullie nog meer wil laten zien. Oh, ik moet trouwens ook echt parfum op. Gucci Bloom, ik heb Chloe gekregen. Wat heb ik nog meer? Escada. Volgens mij is deze ook van mannen. Chanel. Oh, Chanel, bitches. Ze hebben echt leuke dingen gekregen. En Dolce & Gabbana heb je ook. Ik jullie dus wel laten zien. Is dit. Ik heb namelijk dit gehaald bij Mooi Parfumerie. En zijn pepermuntjes, maar dan een soort van bolletje. Je hebt dus zo'n bolletje en die moet je daar in je mond doen. En die kristalletje moet je inslikken. En dan blijft er uiteindelijk zo'n kristalletje over. En die moet je daar inslikken. En die gaat dus... Oh ja, hij is nu al weg. Hoe heftig, die moet ik nu inslikken. Zo! En die gaat dus naar mijn maag en dan... Oh, lekker fris, man. Ik zei, die moet je echt nemen, Nes. No. Oeh. Heb ik nog nooit gehad. Oh. Oh, lekker. Die moet je ook echt even uitproberen. Heb je dat eens in mijn tanden? Heel veel. Nee. Echt waar? Je hebt brood in je tanden. Zo, oh, net klaar met de meeting in Amsterdam. Dat heeft even geduurd, man. Ik ben een beetje gesloopt. Er is nu dus file richting Rotterdam, dus ik denk dat wij hier eventjes wat gaan eten of ergens gaan zitten voordat we weer vertrekken. Want vanavond krijg ik dus bezoek. Dus als ik het even goed plan, kan ik hier nog even zitten in Amsterdam en daarna... Als ik de bek houden voor mij. Nou, we hebben hem eindelijk stilgekregen. En Esme heeft dus een uitnodiging gekregen om te krijgen voor zijn concert. En als je dus de uitnodiging open doet, dan gaat hij dus zingen. Het is al lang verleden tijd. En ja, dat dus. Zo, dat was een lange meeting, hè, Nes? Zo. Woehoe. Niet normaal, man. Nou, ik denk dat je wel snel moet wegrijden, want je hebt al 18 geleden betaald. Zo zie je, zeg maar, hoe mijn meetings gaan. Wat vind je ervan? Lang draden. Kijk, saai? Nee, ik ben altijd, zeg maar, het eerste uurtje heel erg scherp. En daarna wil ik gewoon slapen. Ja, ik heb het soms ook, hoor. Dat had ik dus net. Een beetje, ik ben nu wel echt gesloopt. En bij de Meram met Nessim, Meram Osdorp Amati. In ieder geval, wij gaan nu wel voor gezond. Ik ben het helemaal zat. Ik heb thee besteld en dit is sucrine, not sugar. En ik denk dat ik voor een van deze salades ga. Ik neig naar de zalmsalade. Mag ik even het zeggen? Nee. Die sucrine gaat echt niet meer helpen vandaag. Je hebt taart gegeten. Ja, maar dat is toch juist de balans die je moet hebben in het leven? Als ik ook nog dit erin ga douwen, dan ben ik gewoon aan de kloten. Daag. Wanneer je een shot aan het filmen bent, maar alles misgaat. Nou. Kijk, we zitten hier lekker warm met verwarming en zo. Ik wil niet delen met jou. Ik heb vandaag al gedeeld met jou en dat was echt een flop. Nou jongens, dit is mijn salade. Ziet er goed uit, hè? Ik zit nu wel te denken, ik weet niet of het precies zeg maar slim was met mijn buikpijn met yoghurt en zo. Nee, ja, kom maar goed. Hé hey, jongens, we zijn net Nederlandse liedjes aan het zingen. Oh, Darjama! Oh, was je nog maar even kon ik maar even met jou genieten?
zijn. Oh, oké, okay, wacht even. Kon ik maar één mee zijn. Mirjam wilde de hele tijd Mr. Lava Lava luisteren. Mr. Lava Lava in de jungle. Ja. Ja, maar kom maar zitten op mijn schommel. Oké, dag. Oké, jongens. Die Nederlandse meezing is allemaal wel leuk en zo. Maar je moet het wel gewoon houden. Ik ga over naar Turkije. Je moet het even houden bij je eigen cultuur. Lego. Ben je er klaar voor? Ja. Ik moet over één keer met de afslag. We gaan ervoor. We. Ik ben net thuis. Ik was dus met mijn vriendin aan Bazaar. Super gezellig. We hebben daar echt 2,5 uur gezeten of zo. En ik ben daar echt heel lang weer niet geweest. En dan is het wel weer leuk om daar een keer te eten. Maar ik vind het eten eigenlijk daar altijd wel tegenvallen. Alleen de sfeer is gewoon fucking gezellig. Dus ik ga er altijd wel weer terug of zo. Vandaag blijft mijn vriendin trouwens ook hier slapen. Dus ik ben niet alleen. Maar ik stop de vlog wel hier. Want ze wil toch niet op beeld. Dus het heeft niet zoveel nut. En Nessie is nu aan het douchen. En dan gaat hij naar een show. Wij zijn hier dan lekker met z'n tweeën gezellig op de bank. En dan gaan we even lekker chillen. Dus ik blijf morgen hier nog een hele dag. En dat is het eigenlijk. Dus ik ga hier bij de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doeg!